toen ik hoorde dat ik baarmoederhalskanker had, ben ik 2 keer geopereerd. En nu zijn mijn baarmoeder, een aantal lymfeklieren, mijn eileiders en nog wat weefsel verder weg. Dus ik kan geen kinderen meer krijgen. En het heeft, ik heb er best een tik van gehad. Zweden heeft inmiddels een eerste artikel gepubliceerd waarin ze aantonen dat de vrouwen die gevaccineerd zijn ongeveer ruim 80% minder kanker krijgen op jonge leeftijd. Hè? Die zijn op jonge leeftijd gevaccineerd. En na 10 jaar kunnen ze dat verschil al meten. De cijfers liegen er niet om. Het vaccin tegen het HPV-virus is heel effectief. Nederland begint in 2009 in het Rijksvaccinatieprogramma jonge meisjes op te roepen voor het HPV-vaccin. Er zijn dan nog veel twijfelaars. Ongeveer de helft van de 12-jarige meisjes die een uitnodiging hebben gekregen, heeft zich laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Sinds dit jaar krijgen ook jongens het vaccin. Andere landen, zoals Australië en Zweden, kiezen voor een andere strategie en vaccineren meteen tot 26 jaar. En dat zien ze daar nu terug in een flinke afname van kanker. Het virus richt echt veel ellende aan. Vrijwel 100% heeft baarmoederhalskanker op basis van HPV. Dat zit in de orde van het ene type wat meer dan het andere, maar het zit tussen 90% en 99%. Ja, en dan hebben we het over baarmoederhalskanker. En er zijn ook andere soorten kanker natuurlijk. Er zijn ook andere kanker. Je hebt kanker van de vagina. Ook dat is 80-90% op basis van HPV. Kanker van de anus. Ook zo'n 80-90% op basis van HPV. Kanker van de schaamlippen. Dat is ongeveer 1/3 op basis van HPV. Keelkanker. Ook ongeveer 1/3 op basis van HPV. En bij mannen heb je dan ook nog peniskanker. Ruud Bekkers is ervan overtuigd dat het HPV-vaccinprogramma moet worden uitgebreid. Natuurlijk kost dat geld, maar dat betaalt zichzelf uit in de vele kankergevallen die hiermee worden voorkomen. Dus het liefst zou ik hebben dat we gewoon alle vrouwen in Nederland gaan vaccineren. Alleen, daar hangt een kostenplaatje aan waarbij de minister dat moet afwegen of een andere maatregel niet meer oplevert. Dus dat snap ik. Dus mijn voorstel zou zijn, alle meisjes die niet meegedaan hebben in het vaccinatieprogramma. Dus vrouwen tot 29 jaar die gezegd hebben, ja, toen was er zoveel onrust, ik heb me toen niet laten vaccineren, maar zou dat toch alsnog willen. Biedt die alsnog het vaccin aan, laat die alsnog bij de GGD vaccineren, als ze dat willen. Vrouwen die ouder dan 30 zijn op dit moment, 30 of ouder zijn op dit moment, daar zou ik vooral de risicogroepen gaan vaccineren. Risicogroepen zijn er makkelijk uit te vissen via het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Vrouwen worden vanaf 30 jaar opgeroepen om een uitstrijkje te doen bij de huisarts. Kim Pot is 30 en doet voor het eerst mee aan het bevolkingsonderzoek als ze te horen krijgt dat het helemaal mis is. Paniek. Het was een soort van tussen, oké, ik ga dit doen, ik ga dit overleven en doodsangst. Dat wisselt heel snel af. Ik had niet echt een kinderwens. Ik heb nooit die kriebels gehad om moeder te worden. Dus voor mij was het een relatief makkelijke keuze. Maar je wil natuurlijk liever niet dat die keuze zo voor je gemaakt wordt. Dus dat was best heftig. En ik weet ook dat er opties zijn, hè, voor vrouwen die wel die kinderwens hebben, om bijvoorbeeld eitjes te laten invriezen of andere behandelingen, zodat je misschien later toch nog iets met kinderen kan. Maar dat komt er ook bij kijken en dat is heel veel. Voor veel vrouwen is dat het nachtmerriescenario. Dus als er iets mis blijkt te zijn met het uitstrijkje, breekt er vaak paniek uit. Dan wil je zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. Bij privékliniek Carmenta in Hees zien ze veel ongeruste vrouwen. Vrouwen moeten dan behandeld worden voor een afwijkend uitstrijkje. Dat geeft al stress en gedoe. Dat vinden vrouwen natuurlijk niet fijn. En die hebben dan ook wel een blik op de toekomst staan van, goh, kan ik dit nog een keer voorkomen? Want ik wil dit niet nog een keer meemaken. Dus het is vaak opluchting als we dan bespreken dat er een vaccinatie mogelijk is. De laatste jaren laten een snelle stijging zien van het aantal vrouwen dat zich op eigen initiatief op latere leeftijd nog laat vaccineren. En de kosten van het HPV-vaccin zelf betalen. Het zijn 3 vaccinaties aan ongeveer €150. Dan zijn de meeste reacties van, nou, dat maakt me niet uit. Als het om mijn gezondheid gaat, dan ben ik bereid dat wel te betalen. Sommige vrouwen halen hun schouders daarvoor op en zeggen, het is mijn gezondheid, dat heb ik ervoor over. Dat zijn de mensen die het geld ook hebben. Maar ik kom het heel regelmatig tegen dat vrouwen zeggen, ja, dat kan ik op dit moment echt niet trekken. Ik heb een paar kleine kinderen.
dat gaat me gewoon niet lukken op dit moment. En om die ongelijkheid weg te nemen, vindt Bekkers dat het echt anders moet. Ja, het is gewoon een ongelijkheid die we, ja, waar we toch met z'n allen van vinden in Nederland dat dat niet hoort. Kim wist niet dat je je ook op eigen initiatief kon laten vaccineren. Achteraf had ze dat graag geweten. En daarom is ze haar eigen voorlichtingscampagne begonnen. Via sociale media en interviews wijst ze vrouwen op de mogelijkheid alsnog het vaccin te halen. Inmiddels is ze kankervrij. Ik heb echt wel een tik gehad van het hebben van kanker op jonge leeftijd. Je bent je naïviteit een beetje kwijt. Het onbezorgde was een lange tijd echt wel weg. En nu heb ik wel weer een beetje die balans gevonden tussen gewoon genieten van het leven. Maar je ook heel goed realiseren dat je er maar één keer bent. U ziet hier een scan in beeld van een jonge vrouw. Dit was een vrouw met baarmoederhalskanker. Jong is inmiddels al overleden. Dat drama, dat kan gewoon stoppen. Het hoeft helemaal niet. Dat is het doel. He, we zijn in Nederland ook een organisatie gestart en zeggen rond 2040 willen we gewoon geen baarmoederhalskanker in Nederland meer hebben. En dat kan, maar dan moeten we wel een aantal stappen nemen.